Journalisten hebben gisteren uit onvrede de persconferentie van het COVID-19-managementteam niet bezocht. De reden is dat ze weinig ruimte kregen om vragen te stellen en dat er vaak genoeg niet concreet op vragen wordt ingegaan. Ook is het zo dat er te lange inleidingen worden gehouden, ten koste van de tijd om vragen te stellen. De journalisten hebben vanaf het begin van de coronacrisis consequent de samenleving geïnformeerd middels deze reguliere persconferenties. Ze vinden het daarom echt kwalijk dat de geplande persconferentie vanaf afgelopen vrijdag tot 2 maal is uitgesteld, zonder opgave van redenen. De voorzitter van Surinaamse journalistenvereniging, Carla Boetius, heeft enkele malen het probleem aangekaart bij de coördinator van het managementteam, Daniela Feira. Ze beloofde op haar beurt dat de zaken aangepakt zullen worden. Echter is er niet veel van terechtgekomen. Vicepresident Ashwin Adin haalde gisteren aan dat er met diverse groepen, waaronder de media, geëvalueerd zal worden over de afgelopen 30 dagen. De VP erkende dat partijen niet altijd op één lijn staan en dat er daarover gesproken zal worden. Eerder is er ook aangegeven dat journalisten niet hoeven te bellen met autoriteiten, want de informatie wordt op de dagelijkse persconferentie gegeven. Echter blijkt nu dat de informatie via andere voorlichtingskanalen wordt gebracht. De SVJ kijkt uit naar de evaluatie en spreekt de hoop uit dat de persconferentie ook als zodanig beleefd mag worden.